Okay, man. En dit jaar blijf je gewoon nog bij AZ of ga je... Ik heb nog een contract voor 2 jaar. Gaat die stad zijn. Ik heb nog een contract voor 2 jaar. Dus... Yo! Kom eraan, man. Zie je zo. Yes. Blauwe stift, maar... Oh, dat maakt niet uit. Als hij er maar op staat, hè, dan kan ik hem verkopen op de plaats. hij is niet veel waard dit jaar, hè? Na dit jaar. Jawel, man. Hoezo niet? Dankjewel. Top. Ik breng hem even terug. Ach, maar doe zo, man. Ja? Tuurlijk. Die gasten wachten. Hebben ze hem nodig dan? Kijk, je gaat daar hangen. Dit is net niet jouw lul. Sorry. Nee, maakt niet uit. Oh, gaat het goed? Ja, rustig. Lekker. Lekker. Eindelijk, hè? Oh, duurde lang, hè? Ja, sorry, man. Nou, maakt niet uit. Ik kom altijd wat tussen. Maar altijd gewoon geduld. Even kijken of die opneemt, hoor. Een knappe kopje van jou moet er wel op natuurlijk. Ik ben niet knap vandaag, man. Vandaag niet? Nee. Hoe kan het dan? Ik ga zo naar kappen. Heb je niet geschoren? Nee, ik ga zo naar kappen. Oh, drukke man. Nee. Hey, ik breng mijn shirt. BMW, ja. Hey, is dat jouw auto? Ik heb hetzelfde spond als jij. Ja, weet ik. Je hebt mijn auto daar gezien. Welke heb je? Die X4. Oh, die is ook wel dik, hè? Mm-hmm. Rijdt goed. Volgend jaar ook? BMW? Ja, ik weet niet, man. of Mercedes in München? Nee, ik weet niet. Bayern München? Spreek je een beetje Duits? Nee. Ga je Duits? Totaal niet. Nee? Totaal niet. Geen... Nee, nee, niks. Nee. Niks. Maar je blijft wel lang, hè? Godzo, lang, man. Ja. 1,83? 1,83. Sorry, je bent echt lang, man. Het veld lijkt je kleiner. Ja? Ja. Het veld lijkt je echt zo'n kleine... Kleine bonkie. Oh, man. Ja. Dus nu vakantie eindelijk? Ja. Hoe lang heb je vakantie nu? Ik kwam de 4e terug van Jong Oranje. Ja? En ik moet de 18e moet melden. Dus zo kort? Ja. Dus ik ga morgen weg. Waar ga je heen? Morgen even naar Marbella met mijn broer en neef. Oh. Conditie bijhouden. Even kijken wat we daar kunnen flikken, hè. Dit is wel bel je, lekker, man. Ja, natuurlijk. Met je broer, zei je? Ja, en mijn neven. Oké, hoeveel man gaat het? 500? Wat dan? Nee, joh. Nee, we gaan met z'n vijven. Zoveel neven? We gaan met z'n vijven. Oh, leuk, man. Leuk. Lekker eventjes een weekje of zo. Ga jij nog weg? Ja, ik wil al weg, maar ik mag nooit alleen, man. Van nee, mijn vrouw vertrouwt me niet, dus ik moet altijd mee dan, zeg maar. Gewoon... Hoe lang ga je al mee dan? 10 jaar. Oh, okay. Ja, 10 jaar, maar echt nog steeds verliefd toen, man. Ja? Ja, ik heb zo'n zwembad thuis. Mm. Van de week en toen had ze zo'n stringetje aan. Maar ging ze elke keer zo boven water mij uitdagen. Weet je weet toch wat ze is verkold? Ja. Dikke naad heb ze lekker en... Maar mijn kind zat ook in het bad. Ja. Weet je, dus die kan niks doen. Je wordt helemaal gek. Ja, ja. Die snorkel kwam gewoon boven water. Ja, dit is expres toch? Ja, dit is expres. Ik heb helemaal gek gemaakt. Maar ja, ik heb het wel teruggepakt. Oh, dat zeg ik. Geen genade. Oh, dat zeg ik. Heb jij vrouw? Nee. Vriendinnetje ook niet? Ook niet. Nee, gewoon niks. Geen tijd voor. Ja, geen energie voor me. Geen energie, nee? Op dit moment niet. Heb je hoofdpijn, hè? Shit, er is zeik, man, waar blijf je, dit en dat. Ja, ik lig een ander wijf te neuken, kom eraan. Ja, is goed, schat. Veel plezier. Ja, gaat niet. Nee, maar ik ben nu gefocust op voetbal. Ja? Vrouwen komen wel. Ja, kom maar. Snap je? Ja, man. Wedstrijdje, zo'n wedstrijdje? Nee, man, dit gaat te snel. Ja, je bent van... Denk je deze haalt, joh? Deze gaat. Je bent in de dingen opgegroeid, in Bijlmer, hè? Bijlmer, man. Bijlmer. Buitenvelden? Nee, eerst Bijlmer, FC Bijlmer. FC Bijlmer, en daarna... Buitenvelden. Ja. En daarna liep ik stage bij Ajax. Niet aangenomen en toen kwam AZ. En heb je dan nog een beetje van een gevoel van als je scoort tegen Ajax van fuck jullie, je hebt het verkeerd nee, gezien? Nee, niet meer, maar ik had dat in de jeugd wel hoor. Ja. Van oké, ik moet jullie laten zien wie ik ben, dus dat ga ik nu doen. Ja. Maar in het eerste heb ik nooit zeg maar, dat gevoel gehad. Ik wil gewoon winnen van de beste en Ajax is de beste. Ja.
Ah ja, Ajax de beste. Maar je scoort altijd wel veel tegen topclubs, hè? Ja, dat wel. Hoe kan dat? Dat je dan... Is dat dan die extra motivatie die je nodig hebt of zo? Nee, ik weet niet. Ik denk gewoon, zeg maar... Je bent al gefocust dan? Ja, in de wedstrijd ben ik gewoon... nog meer gefocust. Tuurlijk, dat is heel normaal. Als je... En je krijgt sowieso meer kans in de topwedstrijd. Ja, omdat je meer ruimte krijgt. Ja, ietsje meer ruimte. Ja. Dus ik ga daar gewoon goed mee om. En mijn team weet wat ik kan. Ja. Dus, ja. Lekker man. Ja. En die trainer? Is hij een goede trainer? Die Jansen? Ja. We hadden hem als assistent trainer, dus we kenden hem al gewoon goed. Ja. En nu heeft hij gewoon een beetje zijn eigen draai eraan gegeven. Dat we, zeg maar, niet, we hoeven niet alleen maar mooi te voetballen, zeg maar. Nee. Het gaat ook gewoon om het resultaat. Om de punten gewoon. Ja, maar onder hem spelen we ook gewoon. Iedereen weet wat hij moet doen en dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Oké, man. En dit jaar blijf je gewoon nog bij AZ of ga je... Ik heb nog een contract voor 2 jaar. Gaat die zat zijn. Ik heb nog een contract voor 2 jaar. Dus, maar hoe zit het dan? Je hoort allemaal geruchten bij München wil je kopen dit en dat. Is er wat van waar? Ik heb gewoon tegen mij zeggen. Ik heb zeg maar niks van Bayern München gehoord, maar die geruchten. Meestal zeg maar, als er iets is, dan zegt mijn zaakwaarnemer het gewoon tegen me. Zeg maar. Yeah. Wie is je zaakwaarnemer? Mino en José voor de Clippers. Elke speler die ik in de auto heb, die heeft Mino Raiola. Ja, Brian heeft ook Mino gezet. Is je Matti? Je Brino. Ja, je woont dicht bij elkaar. We kennen elkaar lang, dus. Ja. Van vroeger ook een soort spelen samen. Zo. Zeg maar, tegen elkaar spelen altijd en zo. Dus. Ja. Oké. Okay. Ook een beest, dus sterk. Ja, sterk. Allemaal sterke gasten, jongens. Hè? Oh. Afrikanen, man. Ja. Hey, maar dus even, Brian en jullie, Ghanese. Ja. Ik heb met een paar Ghanese gespeeld, jongen. Oh, sterke mensen. Wie dan? Ja, Yakubu. Speelde bij Ajax ook. En ik speelde even kijken bij Everton. Ik geloof ik zat ook een Ghanese. Maar ook sowieso toen ik bij in de jeugd bij Ajax. En bij Feyenoord zaten toen ook een paar Ghanese. Echt, was één verdediger bij Feyenoord. Ik zweer het, als hij aankeek, dacht je van, laat maar gaan, man. Nee. Hij speelde ook het eerste bij Feyenoord. Ik ben zijn naam even kwijt. Ik stond laatst op 2 beesten, man. Huh? Ik stond laatst op 2 beesten. Wie? Van Frankrijk. Oh. Ja, dat waren wel 2. Maar toch heeft hij 2 goals gemaakt. Ja, dat wel, maar je zag wel, zeg maar, dat het wel een ander niveau was, zeg maar. Frankrijk, hè? Ja. Ja, maar van, dat geld wat daar al liep alleen snap al. Je. Ja. Zo, hé. Maar sowieso, die Fransen die zijn altijd sterk. Hè? Ook, ook veel Afrikanen spelen daarin. Hè? Ja, er was maar één blanke jongen, zeg maar. Meen je? Ja, volgens mij. Ja, Frankrijk heeft altijd veel donkere jongens. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. Gewoon top atleten zijn. Het is gewoon, als je de beste bent, dan speel je klaar. Snap je. Even kijken hoor, ik heb een beetje afgeleid. Kijk hier. Doe naar rustig. Denk aan die 10 jaar. Kijk zijn nek! Hij brengt bijna zijn nek! Denk aan die 10 jaar! Ah, dan maar een weekje ruzie, hoor. Ja, man. Als staat ze ernaast te huilen. Wat een gek. Oh, man. En je vader was ook bij Ajax, hè? Gescout toen? Ja. Vanuit Ghana, hè? Ja. Hij mocht gewoon stage. Ja. Niet aangenomen? Nee. En heb je broer nog een broer? Ik heb een broer, zus. Mijn moeder is ook gewoon thuis. Dus, En je moeder is Nederlands, hè? Nee. Niet? Wat dan? Ghanese, helemaal. Oh, meen je? Ja, man. Oh, ik dacht dat het stond van... Lekker op halfbloed, hoor. Nee, maar het was een Nederlandse moeder. Nee, ik heb gewoon een Ghanese moeder. Oh, oké. Okay. Oh, dus dat ook weer rechtgezet in de media. Ja, media loopt vaak toch. Ja, ze zit altijd te nuilen bij jou, hè? De kritiek en zo, toch? Je waterhaas. Ja. Kan gewoon. Je stinkt me bed? Nee. Ik heb wel. Hoort erbij, denk ik. Maar vooral in het begin. In het begin is het moeilijk, hè? Ja, in het begin is het vervelend. Maar ja, als je gaat kijken wie kritiek op je heeft, dan ben je weer rustig. Is die Valentijn Driessen. Nee, grapje. Nee, maar in het begin, want dan kom je... Jij was heel jong toen je, zeg maar... Volgens mij was je 17, toch? 17. En dan is het nog even leuk en zo, maar dan ga je scoren en zo. Dan verwachten ze veel van je, hè? Mm. Dus hoe ben je ermee omgegaan? Die kritiek, wat deed je? Was na het eerste jaar, zeg maar, na vorig jaar, zeg maar, dat we tweede werden. Ja. Toen, het is dit jaar, zeg maar, begonnen, zeg maar. Ja, in het begin denk je van, hey, ik heb jeugd nooit kritiek gehad. Eerste jaar nooit kritiek gehad. En nu komt het, zeg maar. Ja. Dus dan ga je nadenken van, hey,
ligt het aan mij, toch? Ja. Ik ga niet aan mezelf twijfelen, maar je denkt toch van, hé, ik moet nu wel gewoon gaan presteren en zo. Ja. En wat doe je daar tegen? Wat heb je daar tegen gedaan? Heb je met iemand gepraat of zo? Nee, gewoon mijn ouders en zaken nemen zijn gewoon belangrijk voor me geweest in die tijd. Mijn broer en zus. Dus die hebben gewoon tegen me gezegd, hé, je weet wie je bent, je weet wat je kan. Laat gewoon zien dat je het kan. Uiteindelijk is het tweede seizoen zelf gewoon veel beter gegaan dan de eerste. Eerst had ik 4 goals of zo. Tweede seizoen had ik er 12 van gemaakt. Ja. Dus dat ging gewoon weer snel. En toen dan ga je bij jezelf denken van, hey, dat raak je niet zomaar kwijt. Mm-hmm. Ja, vertrouwen. Ja. Wat je hebt gepresteerd al. Ja. Dus en Nederlands elftal? Estland? Ja. Hoe was dat? Dat was wel lijp, man. Ik zeg eerlijk. Vooral die week gewoon, die hele week. Kwam gewoon in die wedstrijd kwam eruit, zeg maar. Dat je gewoon met die jongens bezig bent, met die jongens aan het trainen bent en zo. En dat je debuut mag maken, kom erin voor Memphis. Dus en dat je die goal mag maken met mijn ouders op de tribune was gewoon... Vet hè? Ja, dat is het mooiste wat er is hier. Daar doe je toch voor ook? Daar heb je naartoe gewerkt? Alleen ik heb misschien wel nog... Je wil zeg maar zien hoe je ouders reageren. Zeg maar. Ja, dat zie je niet denk ik. Nee, dat is jammer zeg maar. Dat moet ze eigenlijk filmen als dan... Als dan een debutant het veld opkomt, dat ze dat filmen, dat die snap je. Hoe die mensen reageren en zo. Weet je, dat is gewoon... Ga je nou expres naar rechts? Nee, ik zag die rokje. Kijk, hoezo expres naar rechts? Ja, dat zei daar niet. Ik dacht misschien ga je expres naar rechts. Oh shit, je mag hier niet in man. Je mag hier niet in, ik wou naar de hoeren gaan, maar dat mag niet. Ik denk, even kijken toch. Even oude hoeren met die bokkers, we gaan even heen hè. Gaan we. Die hoeren. Kan me dat niet laten zien, man, denk ik. Nee? Ah, dan gaan we niet. Kom, maakt niet uit, joh. Ik kan me dat niet laten zien. Wat dan? Krijg je kritiek? Dat boeit me niet. Ik denk dat mijn ouders niet zo leuk zijn. Hey, die gaan kijken ook. Ja, de ouders gaan zo kijken. Oh, dat moeten we rustig aan doen, hè? Ja. Maar je kan toch sowieso. Nee, ik kan wel alles zeggen. Dus ik kan gewoon zeggen: van, ik heb gisteren 2 wijven geneukt. Dat. Oh, nee, dat heb ik nog niet gedaan, man. Nee? Dan moet je eens een keer doen, je weet niet wat je mist. Hey, maar wat, Ajax-tijd, wilde tijd? Of, Nee, man. Ja, nee, Ajax-tijd was ik wel rustig eigenlijk. Ja? Later pas, man, in Engeland. Bij Everton? Ja, maar dat krijg je, dat komt omdat je dan... Te veel geld krijgt of zo? Nee, dat niet, maar... Het geld is leuk, maar daarna wil je voetballen. Je wilt doen waar je goed in bent. Mm. Kijk, en als je niet mag voetballen... Dan ga je andere dingen doen. En dan ga je andere dingen doen. Je weet toch al van, oh, maakt niet uit, als ik speel toch niet. Mm. Dankjewel, vriend. Want die trainer die zag het niet in me zitten. Dus cheers. En dan wordt het heel moeilijk, weet je. En dan ga je allemaal rare dingen doen. Ga je naar rechts? Ja. Waar wil je heen? Ja, gewoon die kant op. Oké. Je wilt toch weer even stiekem kijken? Nee, is te vroeg ook, man. En nu in de vakantie, wat doe je een beetje? Chillen man, ik ben meer met mijn matties, mijn neef en zo. Ja? Ja. Ben je wel echt familie guy? Ja, dat is. Ja? Veel met je broer. Je broer was ook voetballer toch? Ja, mijn broer heeft me een beetje geleerd hoe ik moest voetballen. Nee, en hij is niet zo ver gekomen als jij? Nee, hij kwam bij Zwift heeft hij gespeeld. Zwift best gewoon een goede amateurclub. Ja. Rode 23 heeft hij gespeeld, maar uiteindelijk ging hij op school. Gewoon accountancy. Oh, oké. Okay. Ging hij accountancy doen? Je vader ook? Nee. Mijn vader heeft het zeg maar vroeger gedaan. Ja? Ja. En hij, oh, oké. Okay. Dus ja. Dus hij is een slimme kerel? Ja, hij is wel slim. Hoe was jij op school? Niet zo hè? Ik op school ook niet man. Nee, school is niet echt mijn ding, maar kijk, wat ik altijd, nou niet moeite maat, maar gewoon dat plannen zeg maar man. Mm-hmm. Ik deed alles op het laatste moment. Ja. Ja, ik dacht van ja, het komt wel goed joh. Ja. Dus dan zie je zeg maar, ik heb morgen deze toets of ik heb morgen, moet ik huiswerk inleveren dan. Was ik in de avond gewoon nog bezig, zeg maar, snap je? Yeah. En ik kwam ook laat thuis van trainen, dus dan kom je thuis en denk je gewoon van, hé, hey, gewoon chillen. Ja, ik had het, jij wist ook al dat je vroeg profvoetballer zou worden, hè? Ja, ik had wel zeg maar, ik wil niet arrogant klinken, maar zeg maar, ik werd doorgeschoven en toen kwam ik in de onder 16, toen werd ik aanvoerder, zeg maar. Yeah. En toen dacht ik wel van, ja, ik kan wel het eerste gaan, zeg maar. Yeah. Want ik was 2 teams hoger. Yeah. En dan denk je van, hey, het gaat gewoon lekker. Maar je was 15 dan, toen ging je al toch met 3 leeftijdsklassen hoog, volgens mij. Ja, ik zat in dan een 3 of 4. Toen was je 15 jaar. Ja. Is dat niet normaal? Nee, achteraf denk je van, hoe heb ik dat gedaan? Ja. Ja, toen ging het me gewoon niet makkelijk af. Maar toen had ik wel gewoon het gevoel dat ik gewoon met niveau mee kon. Ja, maar je fysiek was je dus ook al snel volwassen. Ja, ik was wel volwassen. Gewoon,
best wel groot toen ik 15 was. Buiten, ja? Ja, ja, hè? Ja. Even kijken hoor, de politie weer. Ach, heb je wat gedaan? Nee, ze komen mijn zwager weer ophalen. Die zat. Wat is er, jongen? Ja, niks. Oei, lekker Amsterdam, hè? Amsterdam, top, man. Amsterdam is echt top, man. Ja, als je weg gaat, ga je het missen, man. Ja, ik weet het, daarom kom ik af en toe hier, maar het is wel best. Waar woon je dan? Ik woon in Apeldoorn, man. Waar kijk je dan? Die kerel, die scooter, die reed bijna aanrijding. Hé, hey, maar ja, ik woon in Apeldoorn, lekker rustig. Ah, rustig. Dat is beter voor mij, man. Ik woonde hier in Diemen, jongen. Oh, alleen. Wat even verlengen? Godverdomme, ik heb pijn aan de kaken, jongen. Echt, hoi. Ik krijg echt pijn aan de kaken van. Hier, die Spanjaard. Die, Hé, hey, maar wat. Waar zou je nooit, ooit nog willen spelen? Naar Nederland? Naar Nederland. Zo. Ja, ik heb wel een paar clubs dat je denkt van. Landen. Misschien met Duitsland. Engeland. Ja? Nee, zeg maar. Ik zou zeg maar. Stel voor ik ga weg waar zijn. Denk ik Duitsland, Engeland of Spanje. Denk ik. Ja. En waar ik echt nog. Droomclub, ik denk Manchester United. Ja, hè? Ja. Dat is jouw club, hè? Ja, man. Man United. Ja, dat heb ik altijd gezegd, man. Wel een dikke club, man. Oh, mooie club. Mooi stadion. Mm. Mooie supporters en zo. Ja. We gaan even zien bij je hoofdstad kijken of het wat loopt, ja. Die geile wijfjes hier. Die creditcard van een man heeft meegenomen. Het is warm, dus je gaat zien zoveel mensen zien. Ja, hè? Ben je een beetje van shoppen en zo, of niet? Toch om het ding, ja. Ja, ik wou het zeggen. Ja, dus. Ik dacht nog, kreeg ik me een beetje leuk van je, maar. Ja, is niet gelukt. Nee, grapje. Nee, maar is het toch wel lekker korte broekje en ja, zo? Korte broekje, rustig aan. Ik heb geen korte broek aan. Hè. Dan denk je dat ik een witte lange broek aan heb, gek. Ja, heb je echt van die melkflesje? Ja, nou, ben nou een paar, laatste paar dagen lig ik in de zon, maar. Mm. Ja, eerder dacht ik van, doe normaal gek, witte lange broek aan. Oh man, hey, weet je hoe een, kom, weet je hoe een hond met een hazenlip blaft? Nog geen idee zeggen, ik ben echt benieuwd. Nee, je weet toch die hazenlip, ja, sommige, weet wat die honden is. Hebben dat ook, hè? Echt? Ik heb het niet gezien. Maar weet je hoe die blaffen? Nee. Oh, deze was zo slecht. Oh, dus ga jij zeker zeggen in de kleedkamer aanzetten. Nee, 100%. Ze gaan het zelf zien dan. Even kijken. Wat doe je dan? Oh, nee, kijk die winkel. Armani. Die denkt mijn moeder helemaal die gek. Ben je ook een beetje van de humor? Of, Ja, ik hou wel van grapjes, man. Ik hou niet van altijd serieus. Nee, hè? Gewoon lekker genieten, man. Kijk, ik weet wanneer ik serieus moet zijn, maar ik bedoel zeg maar. Ja, tuurlijk. Kleedkamer moet je gewoon helemaal los kunnen gaan met z'n allen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dan kan je gewoon lekker goed presteren ook. Als die sfeer goed is. Ja, maar ik zei ja. Kijk, bij ons is het zeg maar. Ons team is jong. Dus, bij ons is het gewoon. Iedereen is dezelfde leeftijd en we kunnen gewoon kloten met elkaar. Kijk, die krullen. Zijn mooie krullen, hè? Ja, dat zijn mooie krullen. Zie je dat? Ja, ze is niet blij met ons, man. Ja. En had je niet een beetje gehoopt van dat je bij Nederlands Elftal zou zitten? Had je misschien een beetje gehoopt van, oké, misschien word ik wel geselecteerd? Ik dacht wel van, ik ga niet halen. Nee. Maar ik ben gewoon niet constant geweest. Dus ja, ik ben gewoon altijd eerlijk naar mezelf toe. Ja. Je kan zeg maar, wat ik eerst seizoen zelf heb laten zien, kan je zeg maar niet in het Nederlands Elftal gaan spelen, denk ik. Mm. Maar ja, twee seizoenen heb ik wel gewoon mijn ding gedaan, dus ja. Op zich. Zo, had wel gekund. Je weet allemaal wat je kan, dus... Ja, iedereen weet wel wat ik kan, maar ja. En had Weghorst had hij niet geselecteerd voor die de hele tijd? Die kwam later pas? Mm-hmm. Dus ja... Ik dacht wel van Wout zit er wel bij, zeg maar. Ja. Maar ja, die is gewoon echt fantastisch. Nou, niet van, dus. Goed hè, Duitsland, 20 goals. Maar hij is ook zo gedreven, hè? Ja, klopt. Hij werkt gewoon hard. Dus ja. Dat moet je hem gewoon nageven. Ja. Maar heb hem al een auto gehad? Nee, Wout, nee, hij zegt, kom met de kop tegen het dak. Kan die niet. Nee, hij komt nog. Volgens mij zou ik nog een keer in de auto komen. Mm-hmm. En ik heb ook zo'n programma bij hem bij Voetballers Thuis, toch? Ja. Oh, je hebt dat gezien. Ja. Dus misschien dat ik daar ook nog een keer mag filmen bij hem. Volgens mij wel. Maar jij woont thuis, toch met je ouders nog? Mm. Als je dan in het buitenland zit, dan kom ik daar wel een keer. Ja, ik vind het goed, man.
Veel, maar gaan we gaan gewoon ouwehoeren. Laten we dat afspreken, man. Weet je, spelletje. Ja, top. Ja, weet je dat spelletje doen met die bal in die wasbak, weet je wel? Wasspelletje. Dat moet je vanaf de, zeg maar, bovendieping in zo'n main mogelijk. Oh, weet je, dat heb je al gezien, toch? Ja, ja, ja. Dus gaan we dat doen, man. Een beetje ouwehoeren. Ja, dus ik moet, denk ik, volgend seizoen naar München. Niet zo ver, 7 uur. München? Ja. De eerste, dat is een baaier. Kijk eens, uitverkoop. Zie je dat? Mm-hmm. Dus, maar je bent wel van het shoppen en zo? Ja, ik ben. Ja, ik ga wel van. Mooi ook, hè? Met klokkie, ja. Ben je gek van Rolex? Ik hou wel van klokkies. Ja? Dat is een goede investering. Mm-hmm. Die ETO, hè? Die heeft zoveel klokken, joh. Dat is niet allemaal. Die heeft dat geld ook, man. Oh, maar ja, een goede investering. Ja, je moet. Ja, klopt. Ja. Niet iedereen is het daarmee eens, maar. Ja, kijk, want als je een Rolex nu koopt. Dan kan je hem verkopen. Als je hem wil. Ja, deze ga ik niet verkopen. Maar... Die wordt alleen maar meer waard. Klopt. Dus dat is wel. Hey, maar die verdient 6 ton nu per jaar, hè? Wie? Jij. Ik ben niet voor geld. ik zit gewoon goed. Ik ging gewoon kijken. Ik ging even op Google. Kan je dat zien op Google? Hè? Kan je dat zien op Google? Ja, dat stond. Ja, maar ik weet het niet. Fake news, hè? Stond salaris, Bordeaux, 6 ton. Nee, man. Ik was aan het zoeken, ik kon bijna niks vinden over jou. Dat is echt. Nee, geen 60. Nee, meer hè? Nou, dat maakt ook niet uit, joh. Je verdient het toch? Dat hoeft ook niet te weten. Maar je moet gewoon lekker, je doet je best, je bent belangrijk, dus dan hoor je ook geld te krijgen, klaar. Het is echt. Ik ben echt afgeleid hier, man. Ja, dat is Amsterdam. Ik denk dat echt aan, kijk eens. Is 23 graden. Nee, ze zeggen dat de witte vrouw geen kont heeft, want die heeft wel een naad, hè? Godsamme. Oeh. Hoe is dat EK gegaan? Jong Oranje? Ja. Ja, ik denk dat we die eerste wedstrijd gewoon. Ja. We beginnen goed. Ja. Frankrijk maakt die goal en ja, we zijn het een beetje kwijt, denk ik. Uh-huh. En daarna, maak ik die goal. En daarna, ja, ze gingen ons drukken, maar ik had niet het gevoel, zeg maar, ze zouden scoren ofzo. En toen, laatste minuut, ik dacht wel ze zouden verlenging gaan, maar laatste minuut... Scoorde. Assistie van Justin? Van Justin. Maar vind je dat dan, kijk, als ze dan zeggen, ja, hij speelde niet goed en dit en dat. Vind jij dat dan belangrijk dat een spits scoort of dat hij een goede wedstrijd speelt? Scoort. Ja, toch? Bij mij is het gewoon, ze mogen zeggen wat ze willen, maar... Ja. Uiteindelijk moet ik gewoon goals maken. Tuurlijk, daar sta je voor. Natuurlijk kan ik nog dingen beter doen. Ik ben de eerste die dat zegt, maar ik bedoel, zeg maar. Wat moet je beter doen? Ik moet nog balvast worden. Eerste aanname? Is toch wel goed? Ja, ik vind het wel. Dat is iets wat de media, zeg maar, erin heeft gebracht. Yeah. Want vorig jaar hoorde ik daar niks over. Dit jaar, toen het minder ging, ja, oké, dat ik even niet lekker in mijn vel zat. Dan gaan ze gelijk dat zeggen, ja, dat mogen ze doen. Ja, maar dat is zit in de mens, hè? Als het goed met je gaat, hebben ze niks te zeggen. Mm. Gaat het slecht, dan duiken ze er bovenop, hè? Het enige waar ik het gewoon mee eens ben, dat ik bal vast moet hebben. En wat ik moet gaan leren koppen natuurlijk. Ja, je zou zeggen, met zo'n grote kop kun je wel koppen, man. Nee, joh, ik buk altijd. Ik zie die bal komen, buk ik. Nee, maar dat is wel... Kijk, als je gewoon je goals maakt, ja, ben je een spits in Italië, hoef je geen moeite te doen. Je moet alleen die goals maken. Je hoeft niet eens terug te verdedigen. Je kan gewoon terug wandelen. Kijk maar naar Zlatan. Als hij de balverliezer rijdt, gaat hij echt niet achter die bal aan, hoor. Oh, je hebt ook met hem gespeeld, hè? Ja. Jij hebt met hem gerevalideerd, hè? Ja, voor een paar dagen. Waar was dat? Amerika, Pittsburgh. Oh, dan moest je helemaal daarheen. Ja, maar daar werd je ook geopereerd? Ja, 7 uurtjes, man. Hoe 7 uurtjes? 7 uur de operatie? Nee, 7 uur vliegen. Oh, ik dacht wel. 3 uur of zo. Oh, ik denk dat... misschien is je ook een sterke pot, dat ze niet... Nee, maar ik had beide knieën. Dus, en daar kwam ik daar pas achter. Ja. Yeah. Dat ik nog een knie... De andere ook? Ja. Dus ze dachten dat je één knie had... Ja, ik ging van mijn linker naar daar. Uh-huh. En toen zei mijn vader... FaceTimed me. Hij zei van, je hebt ook last van je rechter voordat je het, zeg maar, dit kreeg. Laat die rechter ook checken. Ik denk dat je het best naar rechts kan. Moet je al naar huis? Nee, joh. Maar, toen kwam hij die MRI dat mijn rechter ook, zit ook een scheutje in mijn meniscus. Oh, je meniscus. Ja, en deze was, nee, link? Ook meniscus. Oh, allebei meniscus? Ja. Oh man. Maar dat is, ja, daar ben je zo van hersteld, toch? Nee, ik had hem gehecht, dus ik was 6 maanden weg of zo, man. Meen je? Ja, maar toen kwam ik terug en toen, volgens mij de derde training of zo, was het weer raak, zeg maar, schudde hij weer. Oh,
Dus ja, ik zit even niet lekker in. Maar hoe ga je daar dan mee om, joh? Wat denk je dan? Ja, ik ben altijd wel iemand die positief blijft. Ik denk als je mensen vraagt van, hey, hoe is mij? Dat je dat ook gewoon hoort van, hey, dat is wel knap, zeg maar. Ja. Ja, dat je altijd bleef lachen gewoon. Omdat je... Je kwam terug van de blessure en toen brak je enkel, toch? Ja. Nee, ik heb het niet gelijk. Toen brak je enkel, toch? Ja. Was dat net nadat je terugkwam? Ja, maar zeg maar drie, vier wedstrijden nadat ik terugkwam. Oh, ik wist het nog, man. Dat was bij Fox toen. Op die achterlijn, hè? Ja. Zo. Ja, lampen tikken, man. En dan denk je van, fuck, de hele wereld stort in. Dank je wel van je. Eventjes, in het begin. Denk je wat goed. RTV Geldnieuws. Standaard, ja, ik heb sterk. Opnames. Sterk. RTL Nieuws. Oh man, eigenlijk had ik moeten opnemen en zeggen: ja, ik heb Power Doe in de auto, vanavond RTL Nieuws, hij is tekend voor bij München. Wauw. Het zou top zijn, hè? Hey, wat is jouw topsnelheid in 100 meter rennen, sprint? Hoe heb je alles gemeten? Want je bent snel. Ik heb 36 gehad. Hè? 36. Dus een sprint voor jou. Ja. Heb je dat wel eens gemeten? Oh, 36 km per uur. Ja? Ja. Oh, zo snel, hè? Waar heb je dat van, die snelheid? Was je vader ook snel? Ik weet echt niet, man. Of veel achterna zit de politie in de bel, man. Nee, ook niet. Nee. Ik kom niet in die situaties, man. Nee, maar... waar heb je dat van? Ik weet... Zeg maar, ik was vroeger snel, maar... Ik had alles wat ik wou, zeg maar. Meen je niet? Dus normaal zei... Ja, ik zweer het, man. Gewoon na school, zeg maar, was het gewoon standaard dat ik zo'n snackbar op de hoek... Was ik gewoon daar te vinden, man. Ja. Maar ik denk dat het gewoon in de genen zit. Ja, ik denk het ook. Weet je, wij hebben dat niet. Maar jij wel. Die hebben gewoon die sterke genen, joh. Dat, ja. Wij zouden dromen dat we zulke genen hadden. Dat was, als ik wat vreet, dan moet ik 3 dagen op dieet, joh. Dat is niet normaal. Ja. Ik heb het niet, man. Nee, ik kan wel eten wat ik wil, zeg maar, en mijn vet gaat niet omhoog. Zo. Eet je pony op? Nee, ik praat daar niet over. Hey, wat is dat met dat, ik heb ook een stukje gelezen, dat was eigenlijk het enige wat ik kon vinden op Google voor jou. Mm-hmm. Dat je wat meer moest, dat je wat meer moest lachen in het veld. Ja. Het vrolijke kijken. Nee, maar ja, dat is ook zoiets. Vrolijke kijken. Ik ben gewoon blij als ik scoor. Als mensen het niet weten, weten ze het nu. Ik ben blij als ik een goal scoor. Dus dan weten ze het nu. Ja. Ze zeggen gewoon, ik ben niet blij en zo. Ja, kom nou. Ik ben gewoon eerlijk blij als ik een goal scoor. Hoe was je jeugd? Gewoon rustig? Ja, rustig. Rustig in de bel, maar gewoon? Ouders hebben me gewoon... Goed opgevoed, ja. Netjes. Nee. Geen gezeik. Nee. Was je een beetje ondeugend? Ja? Kijk, qua dat heb ik mijn ouders best kopsel gegeven. Mijn moeder moest best vaak naar school komen. Ja? Was je vervelend op school? Niet vervelend, maar ik had soms wel gewoon incidenten. Ja, zoals? Je krijgt ruzie met... medeleerlingen? ik kreeg ruzie met mijn juf, zeg maar. Ja? Toen zei, wat zei ik nou? Maar het was echt, het vloepte gewoon eruit. Ik zei gewoon rot op, zeg maar. Oh. Maar ik dacht dat ze het niet had gehoord. Oh, zei, dat is wel heel erg. Ja, snap je? God op. Ja, ik zei gewoon rot op tegen haar. Ja. Oh, je vindt het niet erg? Nee. Oh. Nee, maar mijn moeder moest naar school komen, zeg maar. Wat had je dat gezegd had? Ja, ik was gezeik. Ach, joh, als dat het ergste is, jongen, dan... je bent gewoon een hele nette jongen, jij, man. Serieus, ja. Echt gewoon goed opgevoed. Vader, moeder hebben het gewoon goed gedaan. En, ja. Top toch? En gewoon lekker presteren, lekker scoren en lachen. En zoek het allemaal maar uit. Ik ben gewoon de spits. Ik denk dat je. Wat zijn je doelen dan, zeg maar, qua Nederlands elftal? Wil je dan het WK erbij zijn als Nederland? Wil je bij de volgende? Ja, daar moet ik wel alles voor doen. Maar dan is het gewoon belangrijk om constant te zijn. Dan is het ook belangrijk welke keuze je gaat maken. Ja, klopt. Blijf je bij AZ of ga je naar een team waar je weet dat je veel speelt? Ja. Ga je niet spelen, dan is het Nederlands elftal ook weg. Ja. Ik heb dat ook gehad, man. Ik wou naar het WK. Ik had EK gespeeld. Toen zei ze ja, en je moet wel meer gaan spelen bij je. Dus toen ging ik weg, ging naar Everton. Ja. Toen raakte ik geblesseerd, was ik er 6 maanden uit. Doei WK. Ja. Toen was het afgelopen voor mij. Ja. Echt, ik was echt heel goed, man. Echt heel veel interlands gespeeld en zo. 17 interlands heb ik gescoord.
gespeeld. Netjes, ik heb wel gescoord in mijn debuut. Dat was mijn enigste goal. Ja. Amerika uit. Dat was al vet. In Boston. Okay. Dat was wel dik, man. Moet jij nog behandelen? Nee. Train je nog een beetje voor jezelf nu? Ja. Ja? Elke dag een beetje lopen zo? Of krijg je daar zo'n schema mee? Nee, maar gewoon een beetje, ja, ik ben gewoon hier bezig. Ik heb zo'n schema, dus. Ja. Bij Leo echt al? Ja. Want die behandelt jou ook? Ja. Ja, ik heb Leo echt rijk gemaakt, man. Ja? Daarom ging hij verhuizen. Hij zat eerst in de stad, geloof ik, Amsterdam, ja. En toen hierheen. Maar Leo heeft mij ook zo vaak fit gemaakt. Leo is echt goed. Leo is top. Ja, fysio met. Ja, stop. Hij is, hij ging altijd masseren, zo kwam hij naar het buitenland en zo. En, maar hij zei altijd tegen mij, doe onderbroek ook maar uit. Elke keer heel dicht bij mijn kroeggaatje. Dat is niet normaal. Ik zeg, het is een keer normaal, joh, gek. Ik had het niet. Vies Leo. Dus nee, maar vies, maar is wel top, man. Ja. Bedankt voor je gesprek, man. Dat is leuk. Je hoeft nog niet weg, man. Yes, dames en heren. Dat is Boadoetje. Boadoe, moet ik zeggen. Grote kerel, sterk. Shit kan je winnen. Als je geabonneerd bent, dan maak je sowieso kans. Ben je nog niet geabonneerd, dan moet je dat echt doen. Anders kan je hem niet winnen. Ja, laat ook even een comment achter. Dus hoe meer comments onder het filmpje, hoe beter het is voor mij dat ik weer naar boven kan en naar trending kom. Dat vind ik wel leuk. Voor de rest kan je me backen op backme.org en die van de meiden. Dan kan ik alle programma's zelf gaan maken. Ik wil... ben bezig met nog een voetbalprogramma van, met voetballers. Andy Melissa ben ik mee bezig opnemen. En dan Andy in de auto. En dan echt, ik heb één mooi programma, jongen. Ook alleen maar voetballers. Dus doe even bekken en dan komt het helemaal goed, man. Thanks, love.